Maar ja, we weten niet of alles heel goed is gegaan. Ik heb hem helemaal niet gepakt. Hallo. Oh my god. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en vandaag is een hele benauwde dubbele dag. Want vandaag ben ik 22 geworden, ik ben vandaag jarig, maar vandaag is ook de dag dat mijn zus geopereerd wordt. Oftewel, ze is nu aan... Nee, volgens mij is ze nu net terug. Vanochtend om 9:30 is ze ongeveer naar de OK gegaan. Toen is ze geopereerd. Rond 11:00 mocht mijn moeder en mijn zwager haar ophalen. Ik ga er om 11:30 naartoe. Ik ga me nu opmaken, me klaarmaken en dan ga ik naar het ziekenhuis toe. En dan hoop ik dat alles een beetje goed is. Hou er rekening mee dat deze vlog van vandaag waarschijnlijk korter zal zijn dan normaal. Ik ga namelijk niet zoveel vloggen in het ziekenhuis. Ik ga mijn zus niet vloggen. Dat is allemaal een deeltje privé die ik heel graag wil verwerken met mijn vrienden en familie. Ik heb het heel vaak al gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Ik wil jullie niet te veel meenemen in dit proces. Ik zal jullie wel straks laten weten hoe het met haar gaat en hoe de operatie is verlopen. Ik heb ontzettend veel lieve felicitaties gekregen via Twitter, Instagram, YouTube, via WhatsApp, Facebook. En ook heel veel sterkte wensen van de mensen die wisten dat mijn zus vandaag geopereerd werd. Echt super lief. Dat steekt je echt een hart onder de riem. En nu ga ik me even opmaken en dan ga ik op naar het Radboud ziekenhuis. Ik heb een jurkje aangetrokken, maar ik zal zo meteen laten zien hoe ik eruit zie als ik mijn haar en mijn make-up heb gedaan. Ik heb me helemaal opgemaakt en aangekleed en het regent als een malle, dus ik ga wel met de bus naar het ziekenhuis. Want ik heb niet echt zin om helemaal verrot aan te komen daar. Echt zo typisch ook. Het is vandaag tweede zomerdag. Gisteren is de zomer officieel begonnen. En echt altijd om verjaardag heb ik mooi weer. Ik zit altijd buiten met mijn familie en met mijn vrienden. En vandaar vier ik het niet. En is het ook nog eens een rotdag. En dan regent het. Maar ik vind het wel weer typisch. Want mijn moeder moest mijn zus... Of mijn moeder en mijn zwager zouden mijn zus tussen 11:30 en 12:00 ophalen. Het is nu 11:30, dus ze is er nog steeds niet. Dus maar ik ga er wel gewoon heen. Het is altijd beter dan in je eentje thuis zitten op je verjaardag in de regen. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een jurkje aan van Most Wanted NL. Ik vond het wel leuk. Ook al is het misschien een beetje chic, maar... Ja, ik ben toch jarig, dus ik mag me wel een beetje jarig voelen, vind ik dan. En mijn ketting is ook van Most Wanted NL. En mijn schoenen zijn van Boohoo. Dat zijn deze boots. En mocht ik het echt nog heel koud krijgen, dan doe ik dit vest aan van de Zara. Die is van mijn moeder. Die heb ik van mijn moeder gekregen. En dan ga ik nu mijn spullen pakken en dan ga ik even kijken hoe laat de bus gaat. Het is weer geen rechtstreekse aansluiting, geloof ik. Dus dat is een beetje bummer. En dan pak ik een paraplu, denk ik maar. En dan ga ik maar lopen. Holy shit, het regent zo hard. Dit is echt niet normaal. Het blijft ook gewoon de hele dag regenen vandaag. Dus dat is echt super kut. Nou, ik ga even kijken wat ik kan doen. En ik hou jullie op de hoogte. Ik ben aangekomen bij het UMC Radboud in Nijmegen. Waar mijn zus is geopereerd. En ik hoop dat ze inmiddels wel terug is. Maar dat weet ik niet precies. Ik ga nu in ieder geval weer zoeken waar ze precies zijn. Anders ga ik wel even naar de familieafdeling. Want daar zijn mijn moeder en mijn zwager. En ik hoop dat alles goed is gegaan. En ik ga zometeen nog een gigantisch grote ballon voor haar kopen. Maar eerst ook heel veel wat te eten. Ik ga denk ik die ballon pas kopen als ze een beetje bij is. Zodat ze direct kan zien dat ze die ballon van mij heeft. Vind ik net iets leuker. Dat zal ik jullie straks nog wel laten zien. Tot hier houdt mijn vlog nu, voor nu eventjes waarschijnlijk een beetje op. Maar goed, alle begrip voor jullie. Dat komt wel goed. Dus ik ga nu naar binnen en dan ga ik op zoek. En kijken hoe het met mijn zusje is. Ik heb een ballon gekocht voor mijn zus. Kun je hem überhaupt wel zien zo? Mama, anders moet jij me even filmen. Jawel hoor. Je ziet echt mij met de hele ballon? Ja. Helemaal niet. Ja. Ik ben bij mijn zusje en ik praat een beetje zacht, want ze moet eigenlijk slapen. Maar ja, we weten niet of alles goed is gegaan. Ik heb hem helemaal niet gepakt. Kijk, dit staat er. Er staat I love you. Door wie eigenlijk? Netje van Siebe. En ze heeft ook nog een knuffeltje gekregen van mijn zwager. Van Dikkie Dik. Dus er wordt goed verwend zo. En een kaart van mijn moeder. Maar ik heb dus deze hele grote ballon voor haar gekocht. Het is een hartje. Ik weet niet of je het kan zien. En we moeten heel even afwachten. Volgens mij komt er 4 en 6 komt er een arts. Die gaat dan vertellen of alles goed is gegaan, ja of nee. En ze moet sowieso blijven slapen. Dus dat is eigenlijk alles wat ik te vertellen heb. En ik vind mijn ballon leuk. Die wil ik graag laten zien. Ja, ik heb ook nog een infuus in mijn voeten gehad. En ze heeft een infuus in de voet gehad. En hoe is het verder met je? Redelijk. Redelijk.
En ze heeft een tampon in de neus en iemand morgen wordt die dan verwijderd. Daarom moet ze dus nog blijven slapen. En ja, dat is zo'n beetje alles wat ik kan vertellen, toch? Mm-hmm. Dus ik heb de kamer een beetje opgevolgd met mijn bloem. Als je hiermee door het ziekenhuis heen loopt, dan knalt die en deelt het tegen je kop aan. En dan heb je nog meer bekijks dan dat ik sloggend door het ziekenhuis heen zou lopen. Maar ja, gelukkig vindt ze hem leuk. Dus mijn hart voor Ellen. Mm-hmm. Oh, je bent een kus op je even. En nu gaan we ons maar... Verjaardag vieren in het ziekenhuis. Mijn verjaardag in het ziekenhuis, ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Wat gebeuren moet gebeuren. Dan ga ik de ballon weer terugbrengen waar die hoort. Want ik had hem gepikt volgens mijn zus. En dan gaan we weer boekjes lezen en dat soort dingen. Oh, hij past niet. Mama zegt, zal ik even wat te drinken halen? Dus ik zeg, ja lekker, doe maar een warm chocomel. Zegt ze, ja loop maar mee. Vraagt ze, Ellen, wil je wat te drinken? Ja, doe maar thee. Jill, draag jij het? Oftewel, mama wil wat te drinken halen. Ze wil alleen dat ik meeloop om alles te sjouwen. Ja. En vervolgens draagt ze alleen haar eigen kopje. Wat is dit nou? En ik loop hier trouwens op mijn sokken. Ik heb helemaal geen schoenen aan. Maar ja, ze hebben hier wel super lekkere chocomel. Dus we gaan maar weer een bakje drinken. Maar ik moet ook naar de wc. Waar is het toilet hier eigenlijk? Jammer vroeg. Oh, nou, doe jij hem voor mij wel vullen dan? Met wat? Ja, met chocomel deluxe. Ik ga naar de wc. Ik wil het hoekje. Op mijn sokken. En als het goed is, komt zometeen de arts. En die gaat vertellen hoe de operatie is verlopen. Ja, we zijn voornamelijk allemaal heel erg gesloten en moe. Omdat het gewoon een hele lange dag is. Mama is net in slaap gevallen op de stoel. En ik ga nu plassen. En ik neem jullie zelfs mee in de wc. Maar wel tot hier. Hé, ze is weg. Hé, mama. Mam, ik ben er. Ja, nu. Ze gaan er vandoor met de koffie. Mama. Mam. Draag je alles alleen nu? Ja. Heel goed hoor. Wat lief, wat attent van jou. Heb je warme chocolademelk? Ja. Helemaal super. En zijn moeder? Kun je jaloers op zijn? Nou, nou. Het was al om 4:15 op. Ik loop nu gewoon wandelend te slapen. Laat je mij als eerste naar boven. Ik ben er links. We gaan... Leuk dit. Mama die viel in slaap. Hallo. Oh my god. We gaan weer naar huis. Oh, als ik thuis ben, ga ik direct ook slapen. Ik heb echt zo slecht geslapen vannacht. Buh. Het breekt je ook wel op hoor, zo'n hele dag in het ziekenhuis. Ik ben er dan niet zo lang geweest als mijn moeder. Die was hier echt vanaf 7:00 of zo. Ja. Oh, nee, ik niet. We waren 4:15 op. Ja. En ik was hier om 12:00. Ik ging 11:30 weg vanuit huis. En het is nu 5:00. Bijna ja, tussen 5 en 6. We gaan trouwens wel met de... We gaan met de trap. Voor de energie. Nou ja, ik ga op richting huis en... ja, dat. Veel meer weten we nog niet. We krijgen het straks nog te horen via de arts. Maar zodra ik meer weet, dan informeer ik daarover. Dus even afwachten. Zo, ik ben terug vanuit het ziekenhuis. Ik heb heel even... Met de bus, mama had me afgezet bij de bushalte die rechtstreeks zeg maar doorheen naar waar ik moest uitstappen. Dus dat was wel fijn. Hoefde ik in ieder geval niet over te stappen. Ik praat een beetje raar, maar ik ben zo moe en ik ben zo blij dat het er allemaal op zit. En nu ga ik lekker naar huis en ik ga echt rechtstreeks mijn bed in. Ik ga heel veel bijslapen. En dan ga ik vanavond heel veel wat drinken met Mandy. En dan ga ik haar alles vertellen over hoe en wat. Maar vandaag gewoon vooral even lekker uitrusten. Ik had gelukkig vooruitgewerkt, omdat ik al van mezelf had gezegd van vandaag even helemaal niks. Ik heb ook mijn mail even op standby gezet. Dus mochten er bedrijven kijken, en die kijken nu naar mijn vlog. Dit was de reden, omdat ik gewoon even niets. Maar goed, ik kijk morgen wel weer wat ik kan doen. Als het goed is, kan ze morgen naar huis.
En de operatie is goed gegaan trouwens. Dat had ik nog helemaal niet verteld, maar dat is dus goed gegaan. Ze hebben alles wat ze weg konden halen weggehaald. Alleen het is een tumor die bot aanmaakt. Ze weten dus niet zeker wat bot en wat tumor was. Dus dat is een beetje van zit er dan nog wel iets of niet. Dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval zoveel mogelijk is weg. De holtes staan weer open. Dus het zou een hele hoop druk en pijn moeten verminderen. Dus dat is heel positief. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus ik kom tevreden naar huis en mama ook. Die was er al vanaf 4:15. Maar goed, mocht je deze vlog kijken, geen flauw benul hebben van wat er allemaal aan de hand is, check dan even de link in de beschrijving. Want daar staat de video waarin ik alles uitleg over dit hele ritueel en alles wat er is gebeurd. Maar goed, ik ga nu dus richting huis en ik zie jullie zometeen thuis weer. Ik lig inmiddels op en in bed. Ik heb straks, toen ik thuis kwam, heb ik een super lief later een briefje voor mijn deur. En daar stond op krokodil. En daarna zaten 3 super lieve kaartjes van kijkers die het bij mij in de bus hebben gedaan. En die me feliciteerden voor het feit dat ik jarig was vandaag. En me ook heel veel sterkte wensen met mijn zusje. Dankjewel daarvoor. Jullie weten zelf heel goed wie jullie zijn. Er zat een kinderbeweno bij. Die heb ik lekker opgegeten ook direct. Ook heb ik echt verschillende verjaardagsvideo's gekregen van kijkers. Waarin ze mij feliciteerden en sterkte wensen. En dat is wel echt heel erg bijzonder. Dat is wel echt de reden waarvoor ik het doe, zeg maar. Dat ik gewoon merk dat ik zoveel mensen blij kan maken door gewoon het simpelweg laten zien van mijn leven en moeite te steken in video's. Ik hoop echt dat iedereen altijd blijft realiseren hoe bijzonder dat eigenlijk echt is. Toen ik thuis kwam, toen had ik dus kaartjes in ontvangst genomen. Die lagen voor mijn deur, die had men echt zo voor mijn deur neergelegd. Ben ik eigenlijk direct naar bed toe gegaan. Toen heb ik 2 uur geslapen, ik was helemaal kapot. Toen ben ik bij Mandy boven gaan zitten. Toen heb ik heel veel wat eten besteld samen met Mandy. En toen heb ik alles verteld wat betreft over de operatie en hoe het nu met me ging. En dat ik me eigenlijk helemaal niet jarig voel. Ondanks dat ik super veel felicitaties heb gehad. Maar ik kijk altijd zo erg uit naar mijn verjaardag. En ik koop er altijd speciaal een jurkje voor. En dat had ik dit jaar ook gedaan. Maar ja, weet je, soms is het zo. Nu leef ik gewoon toe naar augustus, want dan ga ik echt mijn verjaardag vieren. Ik stel het dit jaar gewoon een beetje uit. Ik wil natuurlijk heel graag weten hoe het met mijn zus is geweest. Ik heb ontzettend veel berichten gehad op Twitter, maar ik kan het gewoon niet in 1 tweetbericht plaatsen. Dus ik lees het heel even voor, want ja, dat is gewoon wat makkelijker, want dan vergeet ik zeg maar niks. Het zijn alle WhatsApp berichtjes. Wij maken dan altijd 1 WhatsApp bericht waarin we helemaal uitleggen wat er aan de hand is. En die sturen we dan naar iedereen. Het is zoveel moeite om al die mensen te laten weten hoe het is geweest. Hier was een berichtje toen Ellen net terug was. Toen wisten we nog niet, want we moesten wachten op de arts. En die kwam pas 4-5 uur later of zo. Ze heeft wel een bloedtransfunctie gehad. Want ze heeft heel veel bloed verloren. Dus ze heeft een bloedtransfunctie gehad. En heel veel pijnmedicatie. Ze moet vannacht nog blijven. Dus ze slaapt nu vanavond nog in het ziekenhuis. Ze krijgt prednisone via een infuus. En morgen komt de KNO-arts de tampon verwijderen. Ze heeft een tampon in haar neus om de bloedingen tegen te gaan. En je moet dat gewoon echt zien als ja, een tampon die helemaal opzuigt. Als je die eruit moet halen, doet heel veel pijn. Dus mijn zus is heel erg blij dat het morgen al gebeurt. Normaal gesproken duurt dat langer. Ja, dat schijnt echt een heel, heel vervelend gevoel te zijn. Dat schijnt ze ook echt oprecht het allerengste vinden van de hele operatie. Dus ik ben blij als dat morgen achter de rug is. Als alles goed is, dan mag ze morgen vroeg naar huis, rond 1:50. Dan kwamen er nog 2 artsen kijken. De KNO-arts en de endocrinoloog. Endocrinoloog. Ja, je hoort wat woorden in zo'n ziekenhuis. Toen was ik qua no-arts geweest en die vertelde dat de operatie goed was gegaan. Vooraf waren ze wat sceptisch aangezien het helemaal dicht had gezeten. Maar gaandeweg konden ze een hoop weghalen. Alles wat veilig verwijderd kon worden is weggehaald. Nu kan ze wel korstvorming krijgen. Spoelen is dus ook erg belangrijk, maar de holtes zijn weer open. Hoop, druk en pijn zal dus weg moeten zijn als de operatiewond straks genezen is. Dat is dus eigenlijk al met al heel goed nieuws. Ik moet er wel even bij vertellen dat mijn zus een tumor heeft die bot aanmaakt. Dus dat ze niet zo goed konden zien wat nou exact tumor was en wat nou precies bot is. De kans is aanwezig dat niet alles is weggehaald, maar wel zoveel mogelijk. Ja, laat ik toch nog maar 1 keer duidelijk zijn. Mijn zus is terminaal ziek, dus dat ze zal hier aankomen te overlijden. Berichtjes zijn altijd heel erg lief bedoeld, maar het berichtje iemand vertellen dat het wel goed komt is eigenlijk het meest nare wat je te horen kunt krijgen als je weet dat het gewoon echt niet meer goed komt. Ja, in ieder geval het belangrijkste is dus dat ze geen pijn heeft en de pijn is nu dus weg. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor al die lieve berichtjes die ik heb gehad en alle steun en alle begrip. En ja, soms maakt het me oprecht ook aan het huilen dat ik denk,
ja, dat ik het heel fijn vind als jullie nu eindelijk weten wat er eigenlijk aan de hand is. En ik had ook niet geweten hoe ik dit had moeten doen als ik het niet had verteld. Dus ik ben wel heel blij dat die last eindelijk van mijn schouders af is. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Gods of persik? Ik hoop.